and stopped at the last second. Maar ik had op dat moment het gevoel dat ik op weg was met een snelle vaart richting een ravijn en dat ik pas op het allerlaatste moment werd gestopt. I was grateful that God didn't kill me last week or the week before. En ik was op dat moment buitengewoon dankbaar dat ik niet de week daarvoor of de week daarvoor was overleden. And all my sin was gone. En op dat moment was al mijn zonde weg. Because Jesus Christ, he took all of it on that cross. Omdat Jezus alles, alles had gedragen aan het kruis. As Brother Paul said yesterday, there wasn't a moment in Jesus' life when he didn't love God perfectly. Zoals Brother Paul gisteravond zei, dat er geen enkel moment, geen enkele seconde in het leven van Jezus was waarop hij de Vader niet volmaakt lief had. Ja, on that cross, God looked at Jesus as if he was me. En toch heeft toen Jezus aan het kruis hing, God de Vader hem beschouwd alsof hij mij was. But then he looks at me. En dan kijkt de Vader naar mij. No matter what day I am having. Het maakt niet uit hoe goed of hoe slecht mijn dag is. Jesus looks at God looks at me as if I have always perfectly loved the God with my heart, soul, mind and strength. De Vader kijkt naar mij en onafhankelijk van mijn toestand ziet hij mij als iemand die hem altijd lief heeft gehad met heel het hart, heel de ziel, heel mijn verstand en heel mijn kracht. That's just wonderful. En dat is heerlijk. And since then, I've become a pastor. En sinds dat moment, ik ben nu een voorganger geworden. And we do a lot of open air preaching. En we doen een heleboel openlucht prediking. I'm one of them crazy guys who stands on a chair. Ik ben een van die hele gekke mensen die op een stoel gaan staan. You get a big crowd around you. Je krijgt mensen om je heen. I've been punched. En ik ben geslagen. Kicked. Geschopt. Had bottles thrown at me. En er zijn wel eens flesjes naar mij toe gegooid. And knocked off my stool. En ik ben van mijn stoel afgeslagen. But I've also seen wonderful things and been able to draw closer to Christ through it all. Maar ik heb ook hele mooie dingen zien gebeuren en door alles heen ben ik veel dichter bij Christus gekomen. Before I started preaching, when I used to read when Jesus taught in the temple. Voordat ik begon te prediken, las ik over dat Jezus aan het leren was in de tempel. I used to imagine when Jesus preached, it was a bit like this, where everybody sat down nice and put their hand up one at a time and everybody was pleasant. En ik stelde mij zo voor dat het een beetje was zoals hier, dat Jezus aan het prediken was, dat iedereen gemoedelijk daar zat en heel vriendelijk was. But now I realize if you read chapters like John 7. Maar nu realiseer ik me dat als je hoofdstukken leest zoals Johannes hoofdstuk 7. The crowd is very rowdy. Excited. Ja, dat de mensen die naar Jezus luisterden heel erg opgewonden waren. And questions and objections come from all directions. En overal komen vragen en ook tegenwerpingen komen er voortdurend op. And some are angry, some are raging. En sommigen worden heel erg boos of heel erg woedend. Some believe. En sommigen komen tot geloof. Some are indifferent. Sommigen zijn onverschillend. Some say we'll hear you again on this. Onverschillig. Some say what? We'll come and hear you again. Oh ja, en sommigen zeggen we zullen terugkomen om opnieuw naar je te luisteren. In Manchester, when we open up preach, what I normally do is I start preaching one, two minute gospels, just repeating. En in Manchester, als we openlucht prediking doen, dan begin ik, you mean you repeat things? Or? Yeah, I repeat the gospel 1 minute because that's all your crowd have gone. Oh, okay. Dan in 1 minuut leg ik het hele evangelie uit en dan doe ik het daarna weer in 1 minuut. Dus ik doe het heel snel en ik herhaal het elke keer. And then I always pray God would send a good heckler. Heckler? Someone who argues with me. Okay. En dan
En dan bid ik altijd dat er iemand bij zal zijn die heel moeilijk zal gaan doen en met mij in discussie zal gaan. And it can happen at any time. I could be preaching for 1 minute, sometimes 20 or 30 minutes. En het kan op elk moment gebeuren. Soms gebeurt het al bij de eerste keer en soms pas na een half uur. And someone will come along and will start arguing in the streets. En dan komt er altijd iemand en die begint met mij te discussiëren. And then other people will stop to watch. En juist door die discussie komen dan allemaal andere mensen erbij om er naar te kijken. And a good heckler can get you a crowd of 100 in a few minutes. En iemand die echt irritant is, die kan er al heel snel zorgen voor 100 mensen erbij. But sometimes the hecklers can be violent. En soms kunnen deze mensen ook wel gewelddadig worden. It's the atheists are the most violent. De atheïsten zijn het meest gewelddadig. The Muslims can get aggressive too. De moslims kunnen ook agressief worden. But I've never been hit by a Muslim. Maar ik ben nog nooit geslagen door een moslim. Sometimes the Muslims will threaten to beat me up. En soms dan dreigen de moslims wel met geweld. But I always remind them that they just told me Islam is a religion of love. Maar dan herinner ik hen er altijd aan dat ze mij zojuist hebben verteld dat islam een godsdienst is van liefde. And they go, oh yeah. En dan staan ze met hun vuist klaar en dan zeggen ze, oh ja, je hebt gelijk. One time when I was preaching, I had a lot of Muslims around me. Eén keer toen ik aan het preken was, waren heel veel moslims om mij heen. And I don't suggest you copy this. En ik stel niet voor dat je dit gaat nadoen. I asked the question, how many wives is a Muslim allowed? En ik stelde de vraag, hoeveel vrouwen mag een moslim hebben? Some said 9, some said 10. Sommigen zeiden 9, anderen 10. So then I asked them how many, sorry, 3 or 4 I think it is. You lose count. Sorry, even foutje. Ik denk dat het 3 of 4 zijn dat ze zeiden. So I asked them how many wives did Muhammad have? En toen stelde ik hen de vraag hoeveel vrouwen had Mohammed? And that was the 9 or 10. En dat was toen 9 of 10. And then my next question was. En toen was mijn volgende vraag. How young was Muhammad's youngest wife? Hoe jong was Mohammed's jongste vrouw? And this big crowd, maybe 40, 50 Muslims, shouted, 6 years old. En deze grote groep van wel 40, 50 moslims, die zeiden allemaal 14 jaar oud. So I then shout. Oh, sorry. 6 years old. Six. Wow. 6 jaar oud. So I then shouted, what do you call a man who has sex with a 6-year-old girl? En toen zei ik, hoe noem je een man die seksuele omgang heeft met een meisje van 6 jaar oud? And at that point, I got very close to being knocked off my ladder. En op dat moment kwam het van mijn ladder afgeslagen worden heel dichtbij. And probably dragged through the streets. En ik werd bijna door de straten gesleurd. But if I ever get in a moment like that, I then switch to the love of Christ. Maar als ik dan op zo'n punt kom, dan ga ik over op de liefde van Christus. And one of the most important things in open-air preaching is to pray for a voice of compassion. En een van de belangrijkste zaken als het gaat om zo getuigen van Christus in het openbaar is dat we vervuld zijn met bewogenheid en liefde. Because even if you preach in love, want als je preekt met liefde, when people are punching you sometimes, that doesn't always happen, but or hitting you. Wanneer mensen je slaan, gebeurt niet altijd, soms wel. You get a lot of hate hurled at you. En er komt veel haat op je af. And it's very easy to become hard-hearted.